Leerlingen van het Gomarus College in Leeuwarden volgden dinsdag diverse workshops in het kader van een maatschappelijke stage. Met het project Handen af van onze hulpverleners wil de school de leerlingen kennis laten maken met het werk van hulpverleners uit verschillende sectoren. Daarnaast moet het hen bewust maken van het feit dat agressie tegen hulpverleners not done is. Jullie als school vinden het heel belangrijk om ook de jeugd kennis te laten maken met het vak hulpverlenen. Ja, inderdaad. En ook dat leerlingen leren dat er agressie gegeven wordt naar die hulpverleners. En hulpverleners zijn mensen die 's avonds ook weer graag naar huis willen. Dus er zit heel veel leerzame momenten in voor een leerling. Ze weten wat een hulpverlener is, wat ze doen. En die agressie moet gewoon stoppen tegen hulpverleners. En ik denk als je deze doelgroep hebt, jonge leerlingen, dat je die een hoop kan leren. Het blijft niet alleen bij theorie, hè, want er wordt ook heel veel uit de praktijk verteld. Want u hebt zowat heel hulpverlenend Nederland in het pand. Ja, ik heb de brandweer, de politie, de zorg, verplegers. Ook van welzijn, van de gemeenten. Verschillende organisaties doen mee. Ik begin altijd in september de mensen al uit te nodigen. En in de hoop dat ze dan op onze geplande dagen kunnen komen. Er worden allemaal workshops gegeven. Het is puur ook om de jeugd, de nog kneedbare jeugd, moet ik wel zeggen, om die wegwijs te maken met wat hulpverleners zijn en wat ze doen en hoe belangrijk het is. Ja, inderdaad. De leerling is nu nog op een leeftijd dat ze iets kunnen leren, hè, iets aan willen nemen. Als je hier aan de vierdejaarsleerling vraagt van dat project, dan weten ze het zich altijd nog te herinneren. Ja, het is enorm belangrijk om de jeugd ook voorlichting te geven over brandveiligheid. We zijn op basisscholen begonnen om gaslessen te geven over brandveiligheid. Het Comenius heeft gevraagd om deze week ook aandacht over brandveiligheid te schenken aan de leerlingen van het beroepsonderwijs. Ja, dat doen we met heel veel plezier. En als ik de leerlingen zo zie, vinden ze het zelf ook heel erg leuk en vooral nuttig dat we deze voorlichting geven. Ook heel belangrijk in deze twee dagen is het stukje bewust maken van jeugd dat je hulpverleners niet moet hinderen. Dat is een belangrijk thema wat deze dagen ook aan de orde komt. Hey, jullie hebben net een heel verhaal gehad van de brandweer, wat ze allemaal doen. Maar ja, de brandweer heeft het ook niet altijd makkelijk, want er gaan mensen er zich mee bemoeien. Wat vinden jullie daarvan? Ja, sommige mensen die gaan er naar kijken en dan wordt het lastig gemaakt door de brandweer. Dus doordat ze niet overal kunnen komen. Nee. Heb je het wel eens meegemaakt dat hulpverleners lastig werden gevallen? Nou, ik had wel, laatst was er brand bij ons in de flat en toen waren ze bezig en er waren er allemaal mensen die gingen eromheen staan. En die gingen zich ermee bemoeien van dat ze het heel erg vonden en alles en dan vind ik dat ze hun werk niet normaal kunnen doen. Want dan worden ze gestoord en dan kunnen ze zich niet goed concentreren, denk ik. Want hoe lang bent u al conducteur? Ik ben 30 jaar conducteur op het trein, ja. Nou heeft u natuurlijk het bedrijf ook zien veranderen, maar ook wat ik in het begin zei, dat kortere lontje dat mensen ook in die 36 jaar veranderd zijn? Ja, de lontjes worden korter op dit moment. Het is, niks is aanleiding tot agressie, of kan aanleiding tot agressie zijn. Ja. Heel mooi dat u ook als NS ook meedoet aan deze dag. Kan je de jeugd er niet vroeg op attenderen dat handen af van de mensen in de hulpverlening en de mensen in de dienstverlening? Nou, als je de kranten een beetje bijhoudt wat er allemaal gebeurt, bijvoorbeeld ook bij de brandweer, dat ze slangen lek steken, ruzie zoeken tijdens hulpverlening, dan denk ik, ja, hoe is dit nou mogelijk? Waar gaan we naartoe? Dus in mijn optiek is dit onmogelijk wat er allemaal gebeurt tegenwoordig. Daarom is het ook wat hier gebeurt op het Samenhof belangrijk om juist die voorlichting al als jeugd nog een beetje kneedbaar is te geven. De jeugd is kneedbaar. Waar wij veel op aandringen, dat is de overweger. Dat we zomaar door rode lichten rijden, de overwegen over. En dan zit je in een trein en dan maak je de vreselijkste dingen mee. En, dat willen we liever niet. Nee.